Ik ben opeens in Parijs. Zo ongemakkelijk met jou erbij. Ja, het is altijd standaard. Gewoon. Hoi, mijn naam is Anieke. Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ben opeens in Parijs. Hoe kom ik opeens in Parijs? Ik denk dat mijn stukje leuker is. Ja, nou kijk. Weet je wat het is? Dan moet je niet zo gooien in de camera. Is er wel een bed? Dat kan niet wel aan. Dit is Jesse. En Jesse hebben jullie natuurlijk gezien in mijn weekvlog. Waar we TikToks gingen maken. Wat bijna fout ging. Maar voor de rest ging nog best goed. Ging best goed. ging best goed. Ik dacht dat je me ging laten vallen maar. Toen had hij een verrassing voor me. En nu zijn we in Parijs. Er komen Parijs video's aan. Of video. Ik weet niet hoeveel ik ga filmen. En wat gaan we doen? Nu? Nu. Nu. Het is 5 uur en ik heb gereserveerd om te eten vanavond om 8 uur, maar ik heb best wel honger. Parijs zit gewoon echt vol met allemaal lekkere kleine tentjes en gezellige tentjes. Het is dus zo we gaan mooi gewoon hier. Dankjewel, dankjewel. Dus dat. Oh, ik denk dat we gewoon even rond gaan lopen en dan zoeken we even tentje uit ofzo. Eten we iets kleins. Chillen we gewoon eventjes. Dan gaan we vanavond naar Le Restaurant. Le Restaurant. Dan gaan we daar even goed eten. Ja. We gaan veel drankjes doen, dat weet ik ook. Want dat is leuk. Ja, sowieso. Oh, oké. Drankjes doen is leuk. Ik ben al de hele dag in film, dames en heren. Als je een echt leuke video wil zien, moet je even... Nee, gaan we niet doen. Ik ga denk ik 2 video's maken. Hoe random dit ook is, ik ben opeens in Parijs. Dus dat is leuk. Het gaat sowieso leuk worden. Wat een leuke video. Dat kan ik jullie alvast vertellen. Nou, let's go. Ja. Ja. Let's go. We zijn op dit moment bij... Wat? Het komt zij ook weer aan met een pakje. Het is zeg maar het ding, we zijn zeg maar allebei aan het doen. Dus we hebben een beetje hetzelfde. Ja, maar sowieso, het zijn even goed gewoon 2 andere video's. Ja, dat is waar. 2 andere perspectieven. Ja, precies, sowieso. Wil je Jesse's perspectief maar zien? Wat zei jij? Ik zeg, wil je Jesse's perspectief maar zien? Oh, ik dacht dat ze zei, wie wil Jesse's perspectief nou zien? Ik niet. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Mensen die kijken, die hebben al lang mijn video gezien. Ja, nee, denk ik niet. We zijn nu in ieder geval hier. Het is hier ook super mooi, echt super schattig. Kijk hoe leuk. En Jesse. Kijk hoe leuk, en Jesse. Ben ik geen deel van leuk of zo? Nee, kijk hoe leuk dit is. Nee, kijk hoe schattig. Maar Parijs is gewoon, dat is gewoon echt een vibe. Gewoon. Het is hier echt zit, een vibe. Het is gewoon super gezellig. Ja, en daarom. En we hebben eten. En goed eten. En we hebben eten. Kijk hoe lekker dit is. Dit is eigenlijk ons voorgerecht, hè? Want over 2 uur gaan we echt eten. Ja. Maar ik had echt We hebben echt honger. Vet veel honger. Dus dit gaan we even opeten. En we hebben een wijntje. En een bier. Biertje. Hey, het is op dit moment, hoe laat is het eigenlijk? Het is nu bijna 7:30. Moet echt niemand. Ik zeg altijd hoe laat het is. Is dat niet goed? Nee. Je bent zo gemeen. Hallo. Ik ga je gewoon op de bus naar huis sturen hoor. Ja, dan gaan we straks nog weer eten. Want dit was zeg maar onze lunch en dan straks... Onze lunch om 6 uur. Onze lunch om 6 uur. En dan om 8 uur gaan we weer eten. Maar ja, waarom niet? Daar is de Eiffeltoren, hè? Vet leuk. Dat is een Big Ben of zoiets. Dat is toch een Big Ben. Oké. Ik heb een Big Ben, dat is wat anders. Pardon. Zoals ik dus net al zei, Jesse heeft mij zeg maar hiermee naartoe genomen. Maar ik wist eigenlijk niet waar we naartoe gingen. En toen opeens was ik in Parijs. Mijn ouders weten zeg maar ook niet dat ik hier zit. Hallo ouders van de Nick. Ja, hoi mam. Dus ik stuurde zeg maar net een foto door. Dat we bij een cafeetje zaten. Waar we zeg maar net aan het eten waren. En toen zei ze van, oh je bent bij een cafeetje. Ik zeg, ja, in een hele mooie plaats. Ze zei van, oh, waar ben je dan? Dus ik ga nu even een hele droge foto maken. Ja, die moet jij eigenlijk voor me maken. En dan gaan we even kijken wat haar reactie is. Ik ben heel erg benieuwd. Of zal ik haar facetimen? Ik weet niet of ze opneemt. Kun je jouw schermpje ook zo draaien? Oh ja, kijk. Oh, kijk, dan kan ik jou zien. Hallo. Hey. So pretty. Eiffeltoren bedoel ik. Eiffeltoren. Ik voel me net zo'n toerist uit China of zo. Die alles filmt. Ik ben hier een keer met een Chinees, zeg maar. De vorige keer dat ik in Parijs was, ben ik met gewoon een random Chinees met een foto geweest. Hoi. Je vroeg toch waar ik was? Ja, het is niet in China. Wat? Nou, kijk zo, dus. Het is gefotoshopt. Gevideoshopt. Gevideoshopt. Ga je de andere kant op zetten? Je mama gelooft het niet, hè? En jij mag carnavalskleren ook meenemen. Ja, we gaan ook nog carnaval vieren. Jongens, Jesse is de hele tijd aan het vloggen. Ja, no shit. Jesse is de hele tijd aan het vloggen. We hebben dezelfde video, denk ik. We zijn in ieder geval bij de Eiffeltoren. Een stuk dichterbij. Alleen het hek is niet mooi. Waarom is die hek hier überhaupt staan? Rondje eromheen? Ik wil ook een rondje hardlopen om de Eiffeltoren. Dat vind ik echt een goed idee. Nou, bij deze is het een sportmotivatie vlog geworden. Wij rennen ook een rondje om de Eiffeltoren. Ja, ik ga je een keer meenemen naar de sportschool en dan gaan we daar een video van maken. Ja, dat is goed. Ja. Maar als we maar niet gaan hardlopen, want dat hou ik niet langer dan 30 seconden vol. Ja, want dan denken mijn volgers van, ah. Ja, dat is niet heel motiverend trouwens, maar ja, het is een sport, denk ik.
mijn transformatie gezien van 2 maanden tijd. Twee maanden, hè? Wat is de laatste keer dat je me sport? Ja, 2 weken geleden, omdat jij me bent het lastigvallen, 2 weken lang. Het is wel motiverend om mij te zien sporten. Want kijk even hoe ver ik vooruit ben gegaan in 2 maanden tijd. Zeg maar, dit is zo'n hint om even zo bij een foto's erin te doen van mij. Waar zijn die dan? Ik wil even een fitcheck doen, want we gaan zo uit eten. En het is best wel chic, dus ik dacht ik doe even wat chics aan voor zover ik iets mee had, want ik wist natuurlijk niet dat we hier naartoe zouden gaan. Ik heb deze broek aan van de Bershka. Dit topje komt van Lofi. En mijn Jordans, want ik had geen hakken of iets mee. Dus, en jouw fitcheck? Blouseje van Ralph Lauren. Die gestreken is met een föhn. Ik kan niet tegen die kleine ongelijkheden, zoals dit. Dit is iets verder uitzicht dan dit. Dat kan ik niet tekenen. We zijn op dit moment bij het restaurant. Het is echt super mooi hier. Ik zal het laten zien. Echt super mooi hier. Dankjewel. En yes, hè. We zijn even aan het kijken naar het menu. Het ziet er goed uit, in ieder geval. Nou, eten is er. Ik ben wel heel erg benieuwd naar die sushi ook. Dit is dus de sushi die we hebben. En dit is kapot lekker. Toch? Ja, dat mag ik hopen. Ja, dat was één ding geproefd. En dat vond ik echt insane lekker. Tonijn met kaviaar, toch? Tonijn tartaar met kaviaar. Het is echt goed. Het smaakt echt lekker. Even meteen deze proef dan. Dit is de zalm carpaccio. En dit is ronde 2. We hebben net deze gehad. Die is echt super lekker. En we hebben nog sushi. Mening tot nu toe? We hebben alleen deze gehad. In het algemeen. Echt fucking lekker. Echt zeer goed eten gewoon. Sprakeloos. Zeer goed eten. En we hebben een toetje. Ik heb gewoon een lekker ijsje. Chocola en vanille van. Dit ziet er ook heel goed uit. Dankjewel. Gaan we echt weer zo doen. Nou jongens, we hebben een cocktailtje gekregen. Hier zit kiwi in. Kumquat, dat is een soort Grieks drankje. Oh. En nog meer. Hij is wel heel mooi. Lekker. Ja? Jij bent toch allergisch voor kiwi trouwens? Ik ben allergisch voor kiwi. Nee, het smaakt wel echt naar kiwi. Wauw, joh. Ja, lekker hè? Kapot lekker. Ik merk het meteen op mijn lippen trouwens. Oh, en ik heb trouwens deze ijsjes. Ook zo lekker. Vooral die chocola smaakt echt heel erg goed. Dit ziet er ook mooi uit. Ja, heel pretty. Hoe kan alles in een restaurant zo lekker zijn? Alles. Oh, dit is echt nog lekkerder. Ik vind die lekkerder, ja. Oh, dit hebben we nog nooit geproefd. Je proeft ook echt nul alcohol. Terwijl er tequila in zit. Lekker hè? Ja, fucking lekker. Dankjewel, jij ook. Een hele goede morgen. Het is de volgende dag. En ik heb me even klaargemaakt. Het is op dit moment. Hoe laat is het? Maar dat boeide niet, heb ik gehoord hoe laat het is. Nee. Het is ochtend in ieder geval. En ik heb een leuk outfitje aangedaan. Want ik moet hier natuurlijk wel eventjes wat foto's maken. Want letterlijk overal waar ik kom is het gewoon mooi. Is het gewoon helemaal pretty. Dus ik dacht, ik laat even de outfit zien. Dit is namelijk wat ik vandaag aan heb. Dit groene topje. En deze heeft een hele mooie open rug. Ik weet niet tot in hoeverre je die kan zien. Met deze broek, ook van de Bershka. Dus eigenlijk technisch gezien dezelfde die ik gisteren aan had, alleen dan in een andere kleur. Maar hij zit gewoon echt helemaal top. Deze schoenen die echt perfect matchen met het topje. Dus echt precies dezelfde kleur. Wil je nog even een checkje doen? Sokken van de Vibra aan. We hebben een hele mooie trui van Versace. Mooi kettingje erbij. Met het, Iris dacht dat het een hakenkruis was. Nee, het is ook een Versace logo. Maar het lijkt een beetje op een hakenkruis. Voel ik dit 2. Zo. Wat gaan we eigenlijk doen vandaag? We gaan eerst even lekker eten. Dat is het toppunt van de dag voor mij. Ontbijtje in Parijs. Ontbijtje in Parijs. Oh, en vergeet niet even de video te liken en een leuke comment achter te laten. We zijn op dit moment bij een soort cafeetje en we zijn hier even... Brunchen. Brunchen. We gaan hier brunchen. Uitzicht op de Eiffeltoren. Want die is daar. Super schattig hier. Oui. Het zit ook echt vol. We zijn hier net even naartoe gestept met zo'n elektrische step ding. We zitten hier gewoon buiten. We gaan nog kleurtjes krijgen ook. Dit moet wel even op Instagram. Gaat die vallen? Nee, hij gaat niet vallen. Oui, oui, Paris. Welkom bij deze nieuwe Q&A. Goeie vraag. De favoriete reis die je tot nu toe in je leven hebt gemaakt? Deze, 100%. We made it, boys. We gaan een TikTok maken. En ik ga de behind the scenes filmen. We gaan mijn camera filmen, toch? Ja, ja, sowieso. Bonjour. Hij zegt echt bonjour tegen iedereen die ziet. Ik ben gewoon vriendelijk. Dat is echt heel lelijk. Het lijkt best alsof je een deurmat op je hoofd hebt. Doe even een complimentje naar de edit, Danique. Die dit aan het editen is. Danique, je kunt echt niks. Nee! Ik moet even zeggen van Danny, lekker bezig met editen, want ik ben dit aan het editen nu. Ik doe wel zonder jas. Zorg dat ik dit vanuit precies dezelfde hoek film nu als vanavond. Dat was trouwens heel lekker weertje en nu is de zon weg. Ik was wel echt beter geweest in de zon. Die meiden zitten ons echt aan te kijken van wat de fuck zijn jullie aan het doen. Ja. Ik weet het zelf ook niet. Zijn jullie ooit bij de Eiffeltoren geweest? Laat het weten in de comments. Kom bij de. Ja, veel te veel. Hij is aan het schreeuwen. Nou, dan doe je dat toch? Arr.
bijzonder. Hier ging je te vroeg, denk ik. Want hier was je al omgedraaid en toen kwam de drop, zeg maar. TikToks maken met Jesse in Parijs. Ja. Ik heb wel niet zo meezingen zoals jou. Maar dat was gewoon leuk. Ja, maar dat ga ik niet doen. Dat is niet leuk voor een jongen, denk ik. Jawel, moet je één keer doen. Nee. Eén keer voor de vlog. Nee. Eén keer voor de vlog. Gaan we een keer voor een video ik voor mij, dat jij mijn TikToks gaat namaken? Ja, dat kan misschien wel een keer. Ik ken niet veel schaamte en ik heb ook verschillende veel dingen, maar dat vind ik toch wel een beetje cringe, zeg maar. Als ik als jongen zijnde zo... Zo, we gaan meezingen op de tekst of zo. Oh yes, careful. Be very much zakkenrollers. Ja, ja. Oui, oui, oui. Merci. Bonjour. Wes Putin was. Bonjour. Bonjour. We're famous YouTuber. Oh no no, it's okay. Merci. Thank you. Yo, vlogger. Yes, oui, oui. Ik kreeg gewoon een blackout en zei gewoon bonjour. Ik Frans tegen me praten, alleen ik kan geen Frans, dus zei ik maar bonjour. Maar dat was lieve schat, dat was geen Frans. Wat was het dan? Westpoortumbus. Ja, of Pools of Russisch of zo. Ja, maar dat kan ik toch helemaal niet? Nee, dat snap ik niet. Wie gaat er nou Pools tegen iemand anders praten in Frankrijk? Ja, dat doet elke buitenlander. Praat gewoon die andere taal tegen je. En dan hopen ze maar allemaal dat je het verstaat. Very much een zakkenroller. Ik kan me dat niet voorstellen dat ik tegen een buitenlander gewoon Nederlands ga praten. Ga zat doen, jij. No, thank you. Waar komen al deze mensen opeens vandaan? Bonjour. Een bierdopje lag daar, die heb ik in de grond ge... Ja, want die zie je vanavond ook echt niet heel goed. Hè? Sowieso, want we weten van ongeveer hier was. Bonsoir. Volgens mij is dat goede avond. Als je nu abonneert, dan laat ik vanavond de TikTok zien. Over een paar minuten Over dus. Over een paar minuten. Ja. Ik dacht precies hetzelfde. Kijk, mijn camera is nog niet zo heel groot, dus dat is niet zo heel sketchy, maar ik weet niet. Hij steekt echt half over de rand. Oh. Dit is ook geen goed idee. Zo net. Als je met je kop op dat hekje komt, of op de stoep. Ja, dat stoepje is een probleem. Meneer wil weer een salto gaan doen hoor. Denk je even een fotootje maken hier, dan heb je haar. Dat gaat overal naartoe, want er is wind. Wat is die wind daar? Die was er echt net nog niet. Sacre coeur. We hebben lekkere pannenkoekjes en een chocolademelk uit Parijs. Oh, ja. En hij is lekker. Ze wil mevrouw beweren dat ze hier geen chocolademelk hadden. Nee, maar ik weet niet, ik zie dat nooit ergens. Maar het is wel echt heel lekker. Ik heb hier echt heel veel zin in. Lekker? Ja? Ik heb honger. Ja, dus we hebben chocola gekocht en macarons. Maar zo echt super lekker. Wel goed hoor. Dit is chocola. En we hebben nog framboos en gekarameliseerde appel. Ja. We zijn op dit moment terug in het hotel. We zijn net ook eventjes naar de supermarkt geweest. En daar hebben we even wat dingen gehaald. We hebben wijn gehaald, 2 flessen. En we hebben allemaal lekkere dingen gehaald. Oh, en we hebben magneetjes gehaald. Waarom? Geen idee. Kijk hoe lelijk dit is. Ik weet niet of je het kan zien. Heb je het over mij? Ja, ook. En we hebben nog meer eten gehaald. En nog meer. En nu zijn we... Oh, wat doe jij? En Jess heeft geëdit en ik heb geshopt. Want dat moet ook gebeuren. Verdorie. Dus die heb ik in mijn neus gehad. Oh, nee. Wat we gaan doen, we gaan nu naar de Eiffeltoren. En we hebben natuurlijk vanmiddag die TikTok gemaakt. En vanavond moeten we weer die TikTok maken. En dan als die lampjes zo flikkeren in de Eiffeltoren. En we gaan ondertussen een pizzaatje eten. Want we hebben dus ook een kleed gekocht. En die kleden hier zijn kapot duur. Ik weet niet waarom. Maar we hebben in ieder geval een kleed gekocht voor 10 euro. Dus dat is op zich wel prima. Daar hebben we echt een uur naar gezocht. Maar voor de rest hartstikke leuk. Maar nu hebben we een kleed. Nu hebben we een kleed. Voor op het grasveld bij de Eiffeltoren. Dus met wijn. Met wijn. En pizza. En pizza. En chocola. En ik. Dat is wel jammer. Kijk, we hebben chocola gekocht. Dat is leuk. Ja, ik heb echt veel te veel honger. Gaat dat weg met het eten? Ja, oké. Okay. We moeten eten, want Jesse die wordt helemaal chagrijnig. Ik word niet chagrijnig. Ik ben nooit chagrijnig. Ik heb wel heel veel honger. Ja, ik heb heel veel honger, ja. Heel veel honger. Ik doe niet aan chagrijnig zijn, ik ben altijd vrolijk. Ik doe alleen aan chagrijnig zijn in het verkeer. Ja, dat zeker. Ja, dan scheld ik iedereen uit. Dus ik weet niet hoe goed jullie het kunnen zien, want mijn camera heeft altijd wel een beetje moeite met als het donker is. No, thank you. Nu voel ik me wel echt een simp. Ben je ook, kijk dit. En net gingen die lampjes dus aan en het was echt vet mooi. Zijn we niet zo koud ook? Ik had echt verwacht dat we echt dood zouden sterven. Dood zouden sterven. Tijd voor pizza. De pizza is niet gesneden. Ja, dat is echt heel achterlijk. En ik bestel een pizza met bufala mozzarella. Nou, ze gooit ook een blok kaas op. Kijk hoe pretty. Dank je. Ik heb het over de Eiffeltoren. Oh, dat vind ik jammer. Are you Français? Because I fell for you. De lampjes branden. Dus we moeten nu even snel een TikTok maken.
Ik hoop echt dat het is gelukt. Ik hoop echt dat het is gelukt. Ik ben de hele tijd om aan het kijken, want ons kleedje ligt daar nog steeds met de wijn. Maar wie gaat nou wijn nakken die al aangebroken is? Die daar gewoon random is achtergelaten. Dat ga je niet zomaar pakken en opdrinken. Dan ben je echt gestoord, toch? Als je dat doet. Nou, alcoholisten zouden dat wel doen dan. Ja? Dus jij zou dat sowieso wel doen. Ja, ik had het. Ja, oké. Okay. Maar dat is een andere verhaal. Ja, nu zijn jullie natuurlijk allemaal benieuwd hoe de TikToks zijn geworden. Maar eerst die van mij wel iets minder spectaculair, want ik kan hier geen backflip. Dan moet ik hem inhouden, toch? Ja. Ja. En nu moet je voor jou naar doen. Wil ik mijn ook doen? Ja. Ja, moeten jullie eens kijken. Wat een zieke backflip. Ja, 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 ja. Dat doet hij gewoon, hè. Wat ik Lombardieu? Are you from Paris? Because I fell for you. I fell from you. Zijn je nou from? Ja. Zijn de Engelstalige YouTuber nou from? Jongens, we gaan vloggen. Oh, hier is dus een camera. Dan doen we hem even op on, want ik weet hoe dat moet. Hij heeft dus zeg maar geen schermpje waar je in kan kijken. Ik vind het heel naar. Mijn camera heeft gewoon zo'n soort klepje. En dat kan ik nu ook zien, want nu zie ik wat ik film. En dat heeft deze niet. Wow, ik zit me nu af te vragen. Komt dit dan nou in beide vlogs of niet? Nee. Iets... Dat moeten we niet doen. Volgens mij is de wijn niet goed voor jou, want Parijs staat en je wordt in één keer zo gepakt, dan schrik je wel maar. Titel: ontvoerd in Parijs door Jesse Heffels. Dat is best een goede video, denk ik. Zullen we even een wijnglas heffen, Heffels? Ik zal niet. Gewoon die nieuwe Heffles pakken. Voor wie daar niet het les was voor. Maar ik heb al zoveel grappen met jouw naam gehad. Toen raak ik op. Maar... Dit is toch geen vlogcamera? Jongens, dit is toch geen vlogcamera? How much? Yes, hey, my friend. My friend. How much is the one? The air from? The Netherlands. Holland. No, but I am from Holland. She's from Germany. Ah, yes. You like Paris? Yeah, I like, I love Paris. We don't have cash. You have how much cash? No cash. I only have cards. Mm-hmm. Okay, no problem, card over there. No, but how much? 25. We don't like to walk. No, we already have one. Wanneer ben ik Duits? En het is op dit moment alweer de volgende dag. Dus, wat wij vandaag allemaal gaan doen, dit is onze laatste dag ook hier. Dat zien jullie in de volgende video. Dus bij deze wil ik graag de video afsluiten. Vergeet niet te liken, abonneren, belletje aan. En dan zie ik jullie graag weer bij de volgende video. Komt op een woensdag of een zondag online. Ik weet het niet, want ik weet niet wanneer deze video online komt. Ik denk op een woensdag? Ik weet het niet. Zondag. Ja, denk je? Ja. Als deze op een zondag online komt, komt op woensdag om 4 uur weer een nieuwe video online. En anders op een zondag om 12 uur. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie bij de volgende weer. Doei doei! Toch nog niet let's go, want we gaan Jesse nog even in elkaar verslaan. Wat denk je nou?